Wat interessant is van de nachtwacht is dat veel mensen weten de nachtwacht belangrijk schilderij, vinden het een heel mooi schilderij, maar wie zien we eigenlijk? Wie zijn de mensen die erop staan? Nou, in de 17e eeuw, tijdens de 80-jarige oorlog tegen de Spanjaarden van Nederland, werden de steden beschermd door compagnies van burgerwachten. Dat waren mensen, vooral het waren eigenlijk alleen maar mannen, tussen de 18 en de 60 jaar die een dienstplicht hadden. En die burgerwacht die beschermde de steden tegen de Spanjaarden. Soms marcheerden ze ook zelfs buiten de stadsmuren. Ze zorgden voor de orde in de stad. Maar langzamerhand was die orde in de stad, die werd steeds beter. En de Spanjaarden vielen minder de steden aan. Dus toen werd die burgerwacht meer een gezelligheidsvereniging. Nou, wie zien we op het schilderij De Nachtwacht? Amsterdam was een grote stad, dus waren de wijken onderverdeeld. En iedere wijk had zijn burgerwacht. En alleen de rijke mensen uit die wijk die in de burgerwacht zaten, die werden geportretteerd. Want we weten uit bronnen, zo uit het midden van de 17e eeuw, dat op de nachtwacht, als je erop wilde staan op het schilderij, dan moest je 100 gulden betalen om je portret te laten schilderen. Nou, wat zien we precies? We zien een man in zwart gekleed met een rode sjerp. Dat is kapitein Banning Kok, de aanvoerder eigenlijk van de compagnie, van de burgerwacht. Die geeft aan zijn luitenant, die rechts van hem staat, in het wit gekleed, Willem van Ruitenburg, geeft hij de opdracht om de compagnie te laten uitmarcheren. Maar die compagnie die lijkt wat chaotisch. Als we langer kijken, dan is die compagnie wel degelijk opgedeeld. En daar zien we groepen in. Nou, links zien we een groep mannen. En dat zijn mannen die zijn de rondboogvoerders. Die hebben een bepaald wapen wat voor die groep staat. Die worden aangevoerd door een sergeant. En dat was de sergeant van Engelen. Die zien we op een reling zitten wat hoger met een gouden helm op. Helemaal links op het schilderij. Dan hebben we in het midden de aanvoerder. En dat is de vaandeldrager. Dat was Jan Visser. Het was een rijke verzamelaar. Die vaandeldragers moesten altijd rijke mannen zijn die alleenstaand waren. En dan zien we helemaal rechts een man in donker gekleed met een hoed die wijst. Dat was een meneer Kemp en die voerde de lanciers aan. Dat is de groep mannen die we helemaal rechts zien met die lange speren. Wat Rembrandt tot een genie maakt is hoe goed hij kleine gebeurtenissen kan afbeelden in het schilderij. Altijd gebeurt er wel iets. Wat bijvoorbeeld zichtbaar is, is dat een man schiet met zijn musket. Het gebeurt vlak achter kapitein Banning Kok, die daar eigenlijk helemaal niets van lijkt te merken. Maar een ander die tikt het geweer omhoog, omdat hij natuurlijk niet op zijn compagnon moet schieten. Nou, wat zien we nog meer? We zien een hondje en die is aan het blaffen eigenlijk tegen een trommelaar die helemaal rechts staat. We zien mensen met elkaar praten. We zien iemand die nog eventjes net naar binnen gluurt, helemaal achter in het schilderij. We zien een vaandeldrager die zijn vaandel omhoog moet houden. En dan zien we verder nog andere gebeurtenissen. Allemaal kleine gebeurtenissen, allemaal subacties zou je het kunnen noemen, van mensen die met elkaar praten, die naar elkaar luisteren. Een klein meisje waarvan we denken, ja, wat doet dat meisje daar eigenlijk? Nou, als we langer kijken, heeft dat meisje een dode kip aan haar gordel hangen. Dat meisje die heeft de kip heeft de klauw. En de klauw werd ook wel de kloof genoemd. En daar vandaan komt de klovenier, de schutter dus. En daardoor weten wij dat meisje is gewoon de mascotte. Dat is helemaal niet zo'n vreemd meisje. Nou, Rembrandt gebruikt natuurlijk dramatisch licht. Hij licht precies de details uit die hij belangrijk vindt. Dus we zien de mascotte, het meisje met de kip, uitgelicht. Maar we zien ook prachtig hoe hij speelt met schaduw en licht. Wat is nu heel erg belangrijk voor het schilderij? Het is een compagnie in Amsterdam. Nou ja, waar komt Amsterdam duidelijk voor? Dat zien we eigenlijk niet. Maar als we goed kijken, dan is de schaduw die de hand van kapitein Banning Kok werpt op de jas van zijn luitenant, witte jas, is precies op een stuk borduursel waar het wapen van de stad Amsterdam te zien is. En daarin toont Rembrandt hoe hij heel zorgvuldig met dat licht kan spelen. De Nachtwacht was niet het enige schilderij
wat in die hal van het clubhuis hing van de Cloveniersdoelen. Er hingen in het geheel 7 schilderijen, 6 andere compagniestukken, dus van compagnies van andere wijken, en 1 stuk met de gouverneurs, eigenlijk het bestuur van de Cloveniersdoelen. Wat het interessante is in de geschiedenis van de nachtwacht, is dat het natuurlijk eigenlijk ook helemaal geen nachtwacht is. Wij kennen het schilderij onder de naam Nachtwacht. Aan het eind van de 18e eeuw is het zo genoemd. En eigenlijk is sindsdien die naam gebleven. Nou, waarom noemen we het de Nachtwacht? Het is een donker schilderij. Door de eeuwen heen is er vuil opgekomen, vernis opgeschilderd. En daardoor was het heel donker. Maar wat ook heel belangrijk was, is dat van het schilderij stukken zijn afgesneden. Nou, nu zult u zeggen, waarom stukken afgesneden? Het is toch een fantastisch schilderij. Nou, het schilderij is uit de Doelen, dus uit het clubhuis, is het verwijderd. En is het naar het stadhuis op de Dam gebracht. En in dat stadhuis, daar moest het op een zaal tussen 2 deuren worden gepast. En het paste niet tussen die 2 deuren en het plafond was ook nog te laag. Dus men besloot er het mes in te zetten en aan de linkerkant is een stuk afgesneden. Aan de onderkant is een stukje afgesneden en aan de bovenkant is ook een flink stuk afgesneden. Nou, nu hebben we een kopie van dat schilderij, gemaakt door een 17e eeuwse kunstenaar, dus voordat het werd afgesneden. Kunstenaar Lundens, verder een onbelangrijk kunstenaar, maar die kopie die heeft hem eigenlijk belangrijk gemaakt, want we weten hoe dit schilderij er oorspronkelijk uitzag. Dan zien we dat er op die voorgrond meer licht was, dat er aan de zijkant meer licht was en dat er aan de bovenkant ook meer licht was, dus dat het helemaal geen nachtscène was. Nou, waarom is die nachtwacht dan zo belangrijk voor Nederland? Dat is dat het heel duidelijk laat zien dat in Nederland in de 17e eeuw de burgers aan de macht waren. Het is niet zoals in andere landen. Het grootste schilderij wat daar bijvoorbeeld er is, is van de koning of van de keizer. Neem als voorbeeld Spanje, daar is een van de belangrijkste schilderijen van de koning. In Nederland waren het echt de burgers. Allemaal rijke mannen die ook een belangrijke functie in de stad Amsterdam gingen vervullen. Bijvoorbeeld Banning Kok, de kapitein, die werd in 1650 burgemeester van Amsterdam. En ook die mannen op de achtergrond, dat waren rijke handelaren, die zwaaiden in Nederland eigenlijk de scepter. Nou, toen dat schilderij in het stadhuis op de Dam was en die stukken eraf waren gesneden, helaas weten we niet meer waar die stukken zijn. Het zou natuurlijk prachtig zijn om ze er weer aan te naaien, maar dat kan niet meer. Toen dat schilderij er was, toen is het met de intocht van de Fransen snel naar Trippenhuis toe gehaald. Dat Trippenhuis was een grachtenhuis van de familie Tripp, maar er werd in Amsterdam door de gemeente werd dat bestempeld als het museum. En dat werd eigenlijk de Nationale Schatkamer. Dat werd volgestouwd met alle schilderijen en er kwam steeds meer bij. In de loop van de 19e eeuw kwam er ook steeds meer bij. En op een gegeven moment werd het ook tot een soort van pakhuis benoemd. Het hing van top tot teen vol met schilderijen en andere kunstwerken. En toen is er besloten om het Rijksmuseum te bouwen. En sinds 1885 hangt het schilderij in het Rijksmuseum. En het leuke is dat het Rijksmuseum eigenlijk gebouwd is rond die nachtwacht. Nu hangt het schilderij in de tentoonstelling in het Rijksmuseum van de Masterpieces. Dat is de tentoonstelling die we hebben gemaakt omdat we bezig zijn met de renovatie en de vernieuwing van het Rijksmuseum. Maar in 2008 zal het museum zijn deuren openen en zal het schilderij weer, de nachtwacht, weer in de eregalerij prijken. En zullen weer vele bezoekers toestromen.